Hallo allemaal, welkom bij Deels. 1, 2, 3, 4, 5, 6! En we gaan weer verder. Nou houden we onze mond, maar dat is wel balen. Ik schrok even dat ik niet achter mijn veren kon. Het is nog maar 16 uur, dus morgen kan ik gewoon mijn veren. Had ik wel eens wat achter mijn veren gekomen. En zeg, ik heb een development kit van Oculus. Ik heb de MK2 van Oculus. Ik heb de MK1 van Oculus. Ik heb de Quest van Oculus. Ik heb de Quest 2 van Oculus. Ik heb de. Die met de Samsung S. Overigens, maar dat was Samsung keer. Voor je Samsung S6 Edge Plus. Ja, dat ding wat je op je hoofd moest je telefoon nog inschaven, die heb ik nog. Alleen de telefoon niet meer. Mocht je er nog eentje hebben. En er is een app die je kan. Die kost niks, die is gratis. Die heet Sisters. Ik kan het makkelijk zeggen, want bij mij kunnen geen minderjarigen kijken. Het is een horror app. Dus. Ik was gehyped, want ik dacht, ik heb hem weer op de Oculus en heb ik hem gekocht in de store. Maar dit lijkt voor de Quest te wezen. Nou, geen probleem, want ik heb de Quest, maar ik dacht eigenlijk dat hij voor de Quest 2 was. Maar ja, dus dan moet ik af en toe een studie met de Quest op en dan zit ik met de Quest 2 op. En zo rammel ik door. Maar dus even een rectificatie. Ik kon wel mijn VR-bril gebruiken, ondanks dat mijn account verbind was. Want dat zeg ik al. Want verleden maand kregen we een bericht dat metadata zich loskoppelde van Oculus. En daar heb ik geloof ik ook nog op gereageerd. Van ja, opgerot staat netjes. Want ik weet dat Facebook dat het eraf ging. Yes, eindelijk. Oh, ze hebben honger. Zo, ben je er in de paas nog goed? Perfect. Want als deze als je deze hier zou klikken, dan gaat mijn sim dood. Ik zeg wel dat een vampier hoeft niet te slapen, maar je moet wel zorgen dat deze niet naar beneden gaat. Want als hun honger hier gaat, dan loopt deze best snel leeg. Nou weer. Nee. Ja, je sims die sturen zelf berichten zonder dat jij dat weet. Want ik heb niet, dat heb ik niet gezegd dat ze dat moest doen. Oh, nul. Nou, ik heb er ook nul, dus dat kan wel kloppen. Maar als je kleding gaat verkopen en je post dat, dan krijg je followers erbij. Maar ik doe niet aan die shit mee. Ah, het is weer warm aan het worden. Godverdomme zeg. Ah, we zitten weer beneden. Yep. Ik kon er niet geloven dat het zo lang goed zou gaan. Jeetje, Mino. Ach, volgens mij keek ik op de klok van de Sims. Dat ik dacht dat het 10 uur was. Dat zal het geweest zijn. Maar ik ga koffie zitten. Ik denk, wat is het nog licht? Dat ik mijn mobiel opende en zag dat het 8 uur was. Eeuw, ik heb nog 2 uurtjes. Maar wat nou weer? Oh, en ik weet ook dat het piepen vandaan komt. Er staat hieronder een auto, precies onder mijn balkonnetje. En volgens mij is dat die stekker van zijn stroom, dat die vol zit. Want dat gepiep komt bij die auto vandaan, want ik hoorde dat het vallen in mijn stakbaar ging. Ja.
nog meer gemist? Echt? Oké, maar toch bedankt. Even kijken, ik heb geprobeerd het senior manager. Ze verdient nog eens 22 smolens per uur, van het totaalbedrag van 75 euro per uur. Ze heeft ook de volgende bonus ontvangen van 572 smolens. Ze verdient alweer op 21k. En Steve heeft vandaag 370 euro's verdiend. Ja! Kijk wat een verschil zeg. Ik denk dat ik vandaag zometeen weer mee ga naar school. Het is vrijdag dus. Jullie huiswerk. Fuck. Ah, nee, ik ga er niet eens naar kijken. Hier. Moet jij nog huiswerk maken? Ja. Huiswerk maken. Jij bent niet met je werk bezig, dat weet ik zeker. Werk. Semi-belangrijke. En you. Ja, jij was altijd weer wat ingewikkelder. Web. Rapporten invullen. Mond houden, niet houden, hoeren. En geen tv kijken. Ja, mingel je dragen maar doorheen. Ik mis iemand. Die jij... Ja, je zit boven. Oké. Poeh, ik kwam er net op tijd achter, zeg. Hey. Holy moly. Oh, en ik denk dat ik ook weet waarom ik haar tanden niet kon verven. Ik was vergeten. Custom full edit mode. Je moet wel je boek openmaken, hè? Anders. Nee, niet ouwe hoeren. Anders maak ik er een muur tussen. En dan haal ik de deuren eruit. Jij bent zo klaar met je werk. Je vrouw daarentegen die is nog even een tijdje bezig. Dus hou even lekker je maal dicht. En als jij en dan ga je nu lekker een spelletje spelen. Bruiloft plannen, dat van mijn leven niet. Oh, sorry, ik zit met de verkeerde zin. Ik denk, what the fuck. Oh, je gaat tv kijken, ook goed. Ook goed. Niet met je dochter ouwe hoeren, want die is met huiswerk bezig. Dat je zo kan zitten, joh. Ik krijg pijn in mijn knieën ervan. Nee. Ja, er is een Want echt, ze doen 3-4 keer zo langer over hun huiswerk als ze ouwe hoeren, als dat ze niet ouwe hoeren. Misschien wel 5 keer ook. Oh, nog een steentje 3. Nee. Zo, klaar. En moeder is nog steeds bezig. Nee, moeder is ook klaar. Oké, heel mooi. Dat kan me niet schelen, want er staat toch uit. Dat wil ik niet weten. Huiswerk af. Heb jij je huiswerk niet af, hè? You. Achterstallig huiswerk maken. Waarom heb jij steeds achterstallig huiswerk? Wat is dat voor gezeik? Ik weet zeker dat ik je niet vergeten ben om huiswerk te laten maken. Dat weet ik. Vibe.
zonder dat je die dingen niet kan deleten. Staat uit. Pauze zaait zichzelf, hè? Oh ja, dat hebben we wel nodig. Goed is, hangen er geen andere van die andere. Nee. Die andere foto's hangen in een ander huis. Van mijn andere sims die al geweest zijn. Oh ja, even verder. Oh. Is dat? Nou, die zou je wel gejat hebben. Oh, heb jij ook een rotzooi gekregen? Ben ik aan het opnemen? Oh, ja, ja. Okay. Deel 6. Oh, Alexa! Set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Ja, jij hebt ook troep. Gaat hij niet op de grond liggen? Oh, er is weer wat stuk gegaan ook. Nou, je hebt zelf... Oh, zag ik instant reparatie. Stop! Zo, dat gaat even sneller. Kijk, poink, gerepareerd. Verbeteren. Is al, nee, instant verbeteren meteen. Huppakee. Jij hebt volgens mij ook, ja. Instant verbeteren. You. Nou, oké, dat mag ons kosten dan voor de bank. Want anders moet ik weer zeggen tegen hem vandaag gaan hier en gaan hier. Oh nee, want ik moet 24 uur wachten. Hoe kun jij er nou de 400 vanaf gehaald hebben? Je bent er niet eens. Ik betaal niet vooraf, ik betaal altijd achteraf. Wat ben je in godsnaam? Wil je me zeggen dat jij op afstand hebt geüpgraded? Ah, dat is niet helemaal. Alleen dat. Nee, dat moet hij dan doen. Maar ja, dat kan hij eerst naar morgen. Dan is die voor jou ook niet helemaal. Maar... Ja, voor jou wel, want jij hebt dat ding ook. Nee, jou ook niet. Oh, dit is brandstofcel, wacht even. Nee, dat moet ook niet. Mag ik even kijken? Brandstofcel en brandstof met eco-onderdelen. Nee, dat is goed. Poef, ik schrok even.
Maar dat zijn brandstoffen, dan moet je brandstof toevoegen, maar dat doe ik hier. Oh ja, nee, maar jij moet hem alleen nog energiezuinig maken. Maar dan moet, moet de vader even doen dan morgen. Want ik denk niet dat jij dat nu kan, als ik hem even ontgrendel. Nee. Ontgrendel. Kan jij? Nee, nog niet. Moet ik er morgen wachten? Nou, oké. Zo. In de Sims is het upgraden makkelijk, zeg hij. Oeh. Alleen een nadeel is, je kan hem bepaalde onderdelen kan je of dat het niet kapot gaat, of dat het zichzelf schoonhoudt. Je kan ze niet alle twee installeren. Je kan er altijd maar één van de twee installeren. Dat vind ik wel jammer. Maar dat duurt een paar seconden. Misschien 10 seconden en dan hebben ze geupgraded. Ik wil trouwens even iets nakijken. Want volgens mij heb ik die mod wel gedaan. Want... ja, hier download ik altijd mijn mods. Instan? Oh, ik zie het al. Dat moet een A wezen. En dat moet een T wezen. Dat is hem. Ik heb hem bedankt. Dat is om de simrate te upgraden en dat is om je alle spullen te upgraden. Ik heb hem nog niet in mijn downloadlijst staan, want er zat geen eentje bij. Dan ben ik het dus misschien vergeten. Oh, 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 dat hoeft er maar eentje te zijn. Nou ja, dat was het. We gaan terug naar de Sims. Nee, we gaan mee. We gaan mee. Dan hoop ik dat ze weer fitness hebben, want dan kan ze hier kan ze dan lekker ook de fitness omhoog karren. Alexa, how many minutes left? You have 24 minutes left on your 30-minute timer. Thank you. En nou zegt ze niks. Studeren voor tentamens. Je gaat dan naar beneden, je gaat dan naar een computer. Hartstikke goed. In de middelbare school. Te studeren voor tentamens. En ga me niet vertellen dat ik nou weer daar op moet, dat je tijd nodig komt. En niet ouwe hoeren. Dat kost ook veel tijd. Meneer, ik heb het liefst dat u even opzodemietert. Ja, dit staat bijvoorbeeld ook training op het trainingstoestel. Nou, daar gaan we weer hoor. Kom op, stop, 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 stop. Dat duurt ook uren voordat ze een keer ergens mee stoppen. Kijk hoe lang het nu duurt. We hebben 1 uur en 17 minuten. Waarom heb ik een tandwiel? Er gebeurt niks als ik klik. Even standje 3. Ik ga mooi, ik weet zeker, ik moet hem weer iets van dat invullen. Ik vind het zo belachelijk, dat red je nooit. Dan zit je weer achter. Nee!
man. Zitten, tentamen maken. Rot op nou. En daarom heb ik eigenlijk weinig zin om mee te gaan, omdat ze dat continu doen. De ene keer doen ze het wel, de andere keer doen ze het soms en de andere keer doen ze het achter elkaar. Ik weet nou wel, dat kan nog steeds gebeuren dat ze nou onverwachts weer wegloopt. Ik heb het ook een keer gehad dat ik opgericht mijn vaardigheid vertrouwen. Oh, lekker, een tentamen boost. Thank you! Dat vind ik leuk, dat soort vraagjes, weet je, voor het tentamen en zo. Goed antwoord, yeah! Claudia heeft vertrouwen in haar begrip van dit onderwerp en heeft het idee dat ze een aardig goed antwoord op de vraag heeft gegeven. Grote vaardigheid, gebaseerde tentamen boost. Oh ja, gelukkig naar het college. Ja, lunchtijd. Hoe is het tussen jullie? Oh, het gaat tussen jullie nog steeds goed. Oh, dat doe je zelf al. Oké. Ja, Yuki, zie ons rennen. En dan moeten jullie slof. Darling? What? A flush. Yaba. Persigap for bags. You seem to think darling. Who are you? Savannah. And you? Ira Data. En nu gaat ze naar de computer. Ja, wat moet je met 2,5 met 3 uur pauze? Hè? Ik kan me niet voorstellen dat dat in Amerika ook zo gaat. Dat kan ik me niet voorstellen, want je zit dan in wezen, zit je maar 5 uurtjes op school. Want ze beginnen toch om 8 uur? Ja, van 8 tot 3. En niet eens, want ze beginnen om 9 uur, want ze hebben het eerste uur hebben ze vrij. Dus ze hebben al 4 uur, dus ze zitten maar 4 uurtjes op school. Was je ook beneden? Ah, sorry. Je bent een lerares en je bent sociaal ongemakkelijk. Dan heb je toch echt het verkeerde beroep gekozen. Hartstikke mooi. Dan is het nog weer weg, toch? Ja. Je hebt nog een uur. Ik heb liever dat je wat aan je... Oh, ik zag een andere prijs dan met gedichten. Stop. Ga nog even lekker zweten. Doe je dat een half uurtje. Dan ga je even douchen. Dan zal deze vast zeggen douchen. Bij de 35 zeg ik al stop. Want ik weet dat het een paar seconden duurt voordat ze daadwerkelijk stoppen. Oh, ze moet anders naar school. Oké, stop maar. Stop!
dat hebben jullie nu. Ja, dat hebben we gedaan. Nog. Yuki Berg. Tentamen. Oh, jullie hebben de hele dag tentamen. Ja, het is vrijdag. Op programmeren. Grote vaardigheidsgebaseerde tentamenboost. Yeah! Toen moeten we ook eens wat programmeren nu? Nee. Oh, level 1. Dat zou net zo goed fout kunnen gaan. Je charisma is zeker ook nog niet zo hoog. Nee, deze. Oh, level 6. Ja, oké. Daar kun je wel op vertrouwen. Oh, zo ook in The Sims 3. Ik moet leren om, om robots te repareren. Ik kan even niet opkomen, maar... Ik naar de boekenwinkel gegaan, gezocht tussen die boeken. En ik kon het niet vinden. Ik dacht, misschien achter de computer. Achter de computer, nou. Bord, nee. Dat maakt nou, ik heb een ding in de tuin staan waarmee je dus die robots kan maken en zo. Nou, als je daarmee aan de gang gaat, leer je die skill. Dat is geit. Ik heb twee robots gemaakt, die wilde ik upgraden, maar dan moest ik dat bord op level 5 minimaal hebben om de eerste upgrades uit te voeren. De tentamens zijn eindelijk afgelopen. De dag was slopend en de vragen pittig, maar het zit erop. En dankzij de snelle werk van de Scan Otron MK7 hebben we alle tentamens en cijfers en zijn de resultaten bekend. Dit is de uitkomst. Claudia had een perfecte score voor haar tentamen. Wauw! Dat is de eerste keer dat ik dat lees. Een perfecte score. Woe! Nee. Nee. Even opslaan. Zo. Nee, ik ga nou niet naar het bal, want dan kan ik wel iedere vrijdag naar het bal gaan. Nee, ik wacht tot ze haar laatste studiejaar heeft. Dat ze haar diploma met uit de school brengen met de diploma in de hand. Nee, je gaat naar huis. Ik ben alleen thuis. Oeh, spannend. Zoom. En ren. En wat ik dus in de vorige film zei, dat mensen zo liepen te zeiken, dat ze riepen dat ik vals speelde, terwijl ik het al gemeld had voordat ik het deed. Ik trek me niks meer van de reacties aan. Ik heb al gezien dat andere YouTubers ook heel vaak geen antwoord geven als iemand iets zegt, dus ik doe het ook niet meer. Positieve berichten bericht ik altijd terug, mocht ik ze krijgen. Is niet zo vaak, dus... En ik denk dat de reden dat die anderen dat niet doen is dat ze wel heel veel subscribers hebben. Nou, ik wil niet veel subscribers hebben. Ik wil een klein YouTuber blijven. Ik wil geen reclame, ik wil niet voor YouTube werken. Want ik weet, ik ben niet vast met uploaden. Het is meestal maak ik een hele rits video's. Meestal voor een maand of 5 maak ik video's. Ik maak meerdere video's, dat kan ik hier laten zien ook. Ik heb nou geleerd om elke LP een eigen map te geven. Want voorheen stond het zo. Bang. Kijk, er zijn allemaal uploads video's van andere video's. Dus, maar het duurt een eeuwigheid voordat je geüpload hebt. Want je bent namelijk niet de enige. Je kan maar, wat is het, 25 filmpjes uploaden per keer. 15 filmpjes per keer, ik weet niet meer. Nee, nou, er staan, wat je net zag, waren al 120 filmpjes.
Dit is al nummer 7. Geloof ik. Of nummer 8. Zes. Oké, zes. Sorry. Zes. Aflevering 6. Wow. Ja, nee, dat vind ik niet belangrijk. Dat vind ik belangrijk. 600. Woe. Dat mens, het verdient geld. Ik denk dat ik jou ook maar geen salarispersoon meer laat worden. Maar dat je dat werk ook maar moet gaan doen. Holy moly, man. ...600 heb ze binnen gehaald. Nou, ik kom daar zo meteen naar met 400. Is dat wat stuk? Ja. Jij kan... Nee, jij niet. Jij. Insta-reparatie, alstublieft. Ja, sorry dat ik je stoor. Maar het moet even gebeuren. Je kent de nader en je kent. Oh nee, trouwens, je moet even. Tip, dat was hem. Rapporten invullen. Nee. Ik zag niet mis dat je naar boven wilde gaan. Ik was even sneller. Jij moet ook niet blij te wezen, hoor, want jij gaat ook je huiswerk maken. Dan zit je weer achterstallig huiswerk zometeen. Stop. Jij gaat ook je huiswerk maken. Even als je... Oh ja, natuurlijk. Je gaat je huiswerk maken. Mag ik even je boek lenen? Huiswerk, huiswerk. Jij hebt er nu 2. 1. Wat ben je nu willen doen? Voor gewone taken automatisering. Dan ga je die nog doen. En die nog doen. Nou weet je wat? Die hoef je dan niet te doen, want anders ben je weer zo lang bezig. Die ben je net begonnen. Sociaal hacken heb je toch? Nee, oké, dan heb je die gedaan. Nou, voor tentamens hoef je geen zorgen te maken, want dat vindt plaats de laatste les van het semester. Dus. Daar kan je niet aan vooruit werken. En je kan wel zeggen van ik laat me zien. Oh, dat is jouw computer niet. Waar staat hij? Waar is jouw... Oh, hier, universiteit. Zelfstudie, dan kan je studeren. Ik heb dit allemaal gedaan. En toen kwam ze met een 8 uit het einde. Dus ik doe het niet eens meer. Zij heeft een 8,5 gehad zonder dat te doen. Dus dikke nacht. Steve, ben jij thuis? Ja, jij gaat ook even je werk weer doen. Web. Nee, jij hebt geen web. Oh, wat heb jij ook alweer? Werk. Dat zijn belangrijke rapporten invullen. Even niet dansen. We gaan eerst even met onze neuzen in de boeken. Zo. Jij bent zo klaar met je opdrachten, dus... Oh, hoeveel heb jij van je binnengehaald? 370, bijna de helft van wat die hebben zij binnengehaald. Ik laat hem niet hetzelfde werk als houden, want ik hou wel een beetje van afwisseling. Claudia heeft daar huiswerk af, dat is mooi. Dan kan jij van je weekend genieten. Moet je geen achterstallig doen, voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Wow.
Ja hoor, waarom heb jij steeds achterstallig huiswerk? What the fuck? Ik snap dat echt niet. Waarom heeft zij nou steeds achterstallig huiswerk? Ze heeft gewoon huiswerk iedere dag gemaakt. Ik vind dat echt bullshit hoor, sorry. Ja, ze heeft huiswerk af en dan kan ze maandag weer twee keer huiswerk maken. Nou ja, kan ze er vast naar binnen als ze naar de grote school gaat. Hè? Vraag maar aan je zus. Zelfs drie keer zelfs. Laat het versteentje drie doen. Hou eens op met ouwe hoeren. Laat ze werken. Je bent aan het ouwe hoeren. Rot op. Je hebt je achterstallig huiswerk af, heel mooi. Nou, jij hebt er ook nog maar eentje, dan ben je ook klaar. Sims 4 hebben zelfs steentje 4, maar die hebben ze hier niet meer. Ja, jullie hebben honger, ik weet het. Er is weer wat stuk. Zo. Hey, ben jij er? Hey, het is vrijdag. Misschien heb je... Oh, je bent Vluchty Lurty, dus vrijdag. Liefde... We vergeten dat alles. We gaan meteen rotzooien. Komt er nog naar beneden? Ja, wat komt er naar beneden? Nou, zou ook dat vlugger rennen, dus dan is het net zo snel. Even kijken of het werkt. De laatste keer konden ze het bed niet in, namelijk. En toen deden ze het niet. Stonden ze een beetje voor het bed te hummelen en er gebeurde niks. Ah, nu wel. Oké. Okay. Oh, dat was in Sims 3 was dat. Nee, dat was in Sims 3. Zo. Fijn begin van het weekend, hè? En denk eraan, vrijdag is de mooiste dag van de week. Want dan moet het weekend nog beginnen. En is het al niet reeds begonnen. Is het post? Nee. Mijn rekening wordt nou automatisch betaald weer. Dat heb ik. MC Command doet dat voor me. Moet je via de computer kan je dat doen. Hij weet dat de computers boven zijn. Beneden zijn. Boven. En dan ga je MC Command en dan doe je MCC instellingen, geldinstellingen. En dan automatisch betaalde rekeningen. Dan zit je nu op ingeschakeld. En dan worden je rekeningen automatisch betaald. Want het is 2022 en ik betaal zelf geen rekening. Het wordt voor me betaald, want ze halen het er automatisch vanaf. Veel beter. Ja, tot de volgende keer. Heb je genoten? Heb jij genoten? Plezier. Friemol. Ja, friemel jij even hier. Nou, flikker op. Plezierige friemel. Dat heb ik nog nooit gezien. Oh, die is geweldig. Nou, dus laat ik voor jullie. Ben jij nog met je werk bezig? Nee. Nou, weet je wat, als jij nou even... Oh, die optie komt al meteen. Ja, je kan het wel als vleermuis doen, maar dat is te snel. Want het duurt 5 seconden en staan jullie weer beneden. Dus, ja, doe het in de douche. Top. Je dochter heeft het ook gedaan, dus... mogen jullie het ook. Oh, nou ben jij eigenlijk de sikke Piet. Ah, dat is zielig. Ken jij iemand? Ja, maar die staat op. Ja, Cassandra is al bezet. Wel, haten jullie mij? Haten jullie mij? Waar ken ik jullie van? Nou, dat is allemaal van de school. Maar jullie zijn niet van haar school. Dat weet ik 100% zeker.
Want ik heb jullie nog nooit gezien. En jullie hebben een hekel aan de... Nee, ik vind het een beetje voorbarig. Ah ja. Oh nee, die ligt te slapen. Steve is de interesse van Regina weten te komen. Ik heb geen seksmoes geïnstalleerd. Hallo? What the fuck? Nou, het is wel kindvriendelijk, ja. Want als je die seks-add-ons hebt, dan is het wel wat ruiger. Nee, ik begrijp niet waarom ze steeds achterstallig huiswerken. Als je dat eenmaal twee keer hebt gedaan, dan heb je toch geen achterstallig stand meer. Maar ik wilde niet dat ze dat niet doet, want zoals je ziet, ze had een perfecte tentamen. Nou, dat wil je niet fysieken door één keer geen achterstallig huiswerk meer te doen. Dan heb ze maandag weer. Maar ik wil wel dat ze met een minimale 9 slaagt. Het mooiste zou zijn een 10. Een 8 is ook nog wel goed, daar niet van, maar het liefst een 9 of een 10. En dan zeg ik, ik ga niet het extra huiswerk maken, want dat heb ik gedaan met mijn... mijn sim, maar dat was dan met de school die zij heeft. Ik presteerde niet goed genoeg, ik kreeg een waarschuwing, een officiële waarschuwing. En als ik me niet verbeterde, zou ik van school gegooid worden. Terwijl ik al alles aan het huiswerk had gedaan. Want daarvoor gebruikte ik nog geen cheats, dat weet ik heel goed. Ik heb al het huiswerk gedaan, achter de computer al het huiswerk gedaan, die extra taken gedaan. Ik kon niks anders meer. En je krijgt een waarschuwing dat je niet goed presteert. En toen wist ik ineens dat systeem klopt van geen kant. Want ik heb het bij een andere sim gedaan. Ieder dito. Oh, tenminste de aflevering. Niet de laatste, maar het einde van de aflevering. Ik hoop je in de volgende video weer te zien. Bedankt voor het kijken. Groetjes.